Dat is, als het goed is, ons vliegtuig. Ik vond hem wel mooi, Gio. Ja, veel. Ja, dat is allemaal wat ik bedoel. Wow. Zo, kijk eens, hier rechts. Wow. Zo. Dit vind ik wel echt de Hawaii vibe. Klopt. Jongens en meiden, en welkom weer terug eens bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag uit Hawaii. En jongens en meiden, ik ga de vlog beginnen met iets dat jullie echt denken van... What the fuck? Zeg maar, oké, ik ga het jullie nu laten zien. Ik open hier mijn tas. En ja, schrik niet jongens. Schrik niet. Lin. Ja? Hoe erg ben je teleurgesteld in mij? Heel erg teleurgesteld. Hoe erg ben je teleurgesteld in mij? Heel erg. Dit is wel echt heel erg, ja. Hè? Jongens, mijn paspoort heeft gewoon de hele tijd in mijn tas gezeten. De hele tijd heeft hij gewoon... Ik heb hem gewoon. Ja. Nee, natuurlijk niet, helaas. Dit is het paspoort van Lin, jongens. Deze moest ik eventjes bij me bewaren, wat ook niet heel handig is. Maar hij zit nu achter slot en grendel hier in mijn tas. Ik heb helaas mijn paspoort niet, maar over mijn paspoort gesproken. Wij gaan vandaag het Disney Hotel verlaten... En wij gaan naar de ambassade toe. Want vandaag vliegen wij naar Maui. Als hopelijk alles dus goed komt. Ik krijg vandaag mijn papieren bij de ambassade in Honolulu, de hoofdstad. En daar moeten wij dus straks naartoe. Alleen ik moet eerst nog hier pasfoto's maken in Hawaii. Maar wij zijn al helemaal ready om te gaan. Alle koffers en alles zijn ingepakt. Tassen zijn al klaar. En eigenlijk staan we dus op punt om te gaan. Het is nu 10:00 ochtends. En om 11:00 moesten wij eigenlijk uitchecken. En tijd om te gaan dus. We hebben de kamer gecheckt. We hebben alle spullen dus ook hartstikke mooi mee. Dus we kunnen nu uit gaan checken. Krijgen we de auto ook als het goed is. En dan kunnen we daar wel eens even lekker in gaan droppen. Nou, nog een laatste blik naar de lobby van het Disney Hotel. Ik vond het een erg gaaf hotel qua de schilderingen en alles. Maar wel zwaar overprijsd. Dat is niet normaal. Daar is die. Onze auto. Hallo. This guy checking out. Ja. Alright, can I look at that? Thank you. Nou jongens, daar gaan we dan. Kijk eens aan, het hotel hier nog aan de linkerkant. Tot nooit. Tot nooit. Nee. Het was wel echt een gaaf hotel, maar we misten toch wel misschien een beetje de Disney, echte Disney sfeer, hè? Ja, wel echt zoals in Disneyland Parijs bijvoorbeeld. Ja. Daar had je wel echt veel meer Disney sfeer. Maar toch kwam er wel heel veel in terug, maar wel één bepaalde stijl. Ja, het is gewoon echt meer gebaseerd op de oude Hawaiianen, dit hotel, en niet per se op Disney. Ik weet ook niet daarom waarom ze er nou echt de Disney naam aan gekoppeld hebben, maar... Waarschijnlijk omdat het van Disney zelf is. Ja, zoiets. En ja, wat ik al zei, het was gewoon echt zwaar overprijsd. Voor alles wat je betaalde, eigenlijk, we hadden wel verwacht dat je dan gewoon standaard sowieso een bedje zou hebben op het strand. Dat je gewoon eigenlijk alles al iets beter geregeld was. Want ook voor het eten en alles moest je natuurlijk allemaal nog bijbetalen. Terwijl je betaalt al $850 per nacht. Ja, ik vond het net ook raar met het uitchecken. Ja, we hoefden helemaal niks meer te doen. Nee, dat ze om echt gewoon 3 keer op onze deur hebben geklopt. Ja, vanochtend. Ook gewoon om 8:00. Ja. Het was om 11:00 hoefde uit te checken. Ja, ik dacht ook, waarom doen jullie dat inderdaad? Ja. Maar ja, het was wel leuk om het even mee te maken natuurlijk. We wilden dit gewoon sowieso heel erg uitproberen. En ja, dan kan je wel een keertje teleurgesteld worden. Nou ja, dat was ook wel een klein beetje. Ik vond het wel heel mooi. Ja, natuurlijk. Het was wel gaaf om het te zien, maar echt totaal niet het geld waard. Daar moeten we ook wel even eerlijk in zijn, denk ik. Nou, zoals ik al vertelde, het eerste wat we dus nu moeten doen is naar een fotowinkel. Daar moet ik dus die pasfoto's maken. Ik ben heel benieuwd of ik dan ook echt of een papiertje krijg of gewoon echt een mapje waarin een soort van, waarin ik een paspoort krijg. Het heet een laissez passer. Het is een Franse naam en dat krijg je dus. En daarmee mag je dus gewoon terugreizen naar Nederland. Maar het enge is dus, we weten dus niet 100% zeker of we ook daarmee van dit eiland naar het andere eiland mogen reizen. Dus dat wordt nog best wel een klein beetje spannend. We gaan ervan uit van wel, ook bij de politie hadden ze gezegd dat dat wel gewoon kan. En dat dat in principe geen probleem is, omdat je blijft natuurlijk gewoon binnen de Hawaïaanse eilanden. Dus je gaat niet echt een grens over of iets, je vliegt alleen. Maar ja, het blijft eng, want het is... Ja, een beetje gek. Wat ook heel gek is, bij elk hotel heb ik mij gelegitimeerd met mijn rijbewijs. Terwijl dat kan volgens mij zelfs al in België niet. Als je op je rijbewijs een hotel wilt boeken, kan dat niet eens. Je moet echt een ID hebben. Want alleen het rijbewijs is in Nederland altijd geldig als ID. Dus het is een beetje...
beetje gekkig hier. Want ik kon hier gewoon dus met mijn rijbewijs het Disney Hotel bijvoorbeeld in. Maar ja, daarom. Het wordt nog best een spannende dag eventjes met alle dingen. We zijn over 20 minuten bij de fotowinkel en dan gaan we even een mooie foto maken. We hebben de auto geparkeerd en dan moeten we als het goed is... Hier, smetvlees. Ja, hier zo er doorheen. Oké, op naar de fotowinkel. Zo, het stinkt hier goed in het... Ja, we zijn in Chinatown. Hey. Ja. Best apart hier, joh. Maar, gek, wat zeg je? Gek, hè? Ja, heel gek. Nou, dit is het. Wonks foto's. Kijk eens aan. Hier moeten we naar binnen. Paspoortfoto's. Die moeten we hebben. Nou, Gio, je moet wel lachen. Je mag niet lachen, trouwens. Nee, je mag niet lachen. Nee, je mag niet lachen. Dat is wel mooi. Ik moet gewoon serieus kijken, toch? Is die goed? Ja. Amazing. Perfect. Perfect. Yeah. Oh, my hair. Ah, yeah. Oh, hij is niet goed. Ik vond hem wel mooi, Gio. Ja, vind je wel mooi. Komt hij ook op je nieuwe? Nee, dit is volgens mij alleen gewoon van hier. Oh. Perfect. Straight, yeah, okay. Borst vooruit, Gio. Okay, als een echte man. Ja. Ja. Wauwie. Super. Perfect. Nou jongens, het kammetje helemaal tevoorschijn gehaald. Het is helemaal gelukt als het goed is. Ik denk dat de foto nu even bewerkt wordt. En dan wordt hij dus... Oh. Hij wordt al uitgeprint. Nou. Is het een nice picture, sir? Great picture? Very good. Very good. Yes. Nou, ik heb zo, jongens. Kijk eens even wat een mooie, serieuze blik. Hey, dat is je knappe vriend. Had je er niet nog even één extra in mijn potje? Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nou, helemaal mooi. Deze is gelukt. Deze gaan we dus nu brengen naar de ambassade. En we moeten nog even cashgeld pinnen, want je moet blijkbaar $62 pinnen om ook dat noze paspoort te krijgen. Dus we moeten nog even een ATM opzoeken. Oh, die zit hier op de hoek waar we de verkeerplaats in kwamen. Echt? Oh. Nou, alles is gelukkig hier lekker in de buurt, want de ambassade zat dus ook echt hier twee straten van verderop. Wel leuk. hoe die met zijn kamertje mijn haar ging goed doen. Dat is echt heel schattig. Dat is echt schattig. Bij die eerste foto stond namelijk een pluk omhoog. En ja, dat kan natuurlijk niet echt voor een paspoortfoto. Dus dat was wel even grappig. Kijk eens, $80. Het kon even niet kleiner, dus dit moeten we ook goed verstoppen eigenlijk. Even goed meenemen. Ik doe alles nu gewoon safe in mijn tas. Pasfoto's erin, echt alles. In deze straat moet de ambassade dus zitten. Volgens mij is het hier ergens in dit gebouw. Ik ben wel echt zo blij. Wow, andere kant denk ik. Het is nummer 55, daar moeten we zijn. Maar ik ben zo blij dat de gelukkige Nederlandse ambassade hier zit. En dat we er toch gewoon eentje kunnen krijgen, een paspoort. Kijk eens, een mooi trouwpak. Een witte. Een wit pak voor een man. Zou je dat wat vinden, een wit pak voor een man? Ja, je moet vooral dragen waar je zelf fijn in voelt. Maar wit zou niet mijn voorkeur. Nee, ik vind wit ook. Ik vind dat een man wel echt in het zwart moet. Gewoon, dat vind ik wel het mooiste, denk ik. Maar ja, ieder zo zijn dingen. Oké, we zijn nog steeds aan het zoeken waar we nou precies moeten zijn. Het is hier. Oh, het is hier, als het goed is. Mooi gebouw dit trouwens wel, zo te zien. We moeten de lift pakken. Zitten we hier weer geen 13e verdieping in? Ja, nee, kijk, er zit weer geen 13e verdieping. Je hebt 14, 15... Het begint ook bij 14. 17e verdieping, daar moeten wij naartoe. Dus dan gaan we naar binnen. Waar zitten jongens? Het is een soort van kinderverblijf, lijkt het wel. Het is een beetje gek, hè? Ik had dit echt niet verwacht. Maar het is wel de goede plek. Dus dit is echt het laatste wat ik had verwacht. Ik dacht echt een super formeel gebouw. Of in ieder geval een kamer, maar het is gewoon helemaal ingericht voor kinderen. Is nu bij mijn formulieren er vandoor. En dan is het even afwachten, denk ik. Wow, kijk dit. We zitten ons een beetje te vervelen. Want we moeten wachten. Ik zat te scrollen. Komt dit voorbij. Oh, dit is toch... Dit is winkel. Dit is toch precies mijn moeder? Ik dacht even heel snel dat het jouw moeder was. Zo. Dat ik er zo doorheen ging. Dat lijkt echt op mijn moeder, inderdaad. Wow, dit is echt precies mijn moeder gewoon. Ja. What the fuck? Het is allemaal gelukt. Ja, laten we eens even zien. Hey, dit is hem. Kijk, en oh, de deur gaat nog open. Het is dus inderdaad een Laïcis Passé. Koninkrijk der Nederlanden. Best wel gek gewoon dat ze dit hier en daarbij kan krijgen dus, hè. Maar oké, dit is mooi. We kunnen dus gewoon gelukkig naar Maui vliegen. Dat zei zij ook. Weliswaar op je rijbewijs. Ja, ze zijn niet met dit.
Nee, maar ik denk dat ik het gewoon even allebei moet laten zien of zo. Dan komt het wel goed. Maar oké, jongens, dat probleem is in ieder geval opgelost. We kunnen in ieder geval terug naar Nederland. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Dus dat is echt een opluchting. Het is 12 uur nu op dit moment. Dus het is nog allemaal best snel gefixt. We hadden om 11:30 een afspraak. En nu zijn we dus helemaal klaar. Kijk eens, we gaan hier naar buiten. Het is echt wel mooi gebouwd. Het is een of andere gekke kluis of zo dit. Kijk dan hoe dat eruit ziet, die binnenkomt zo. Dat draait helemaal. Oké, deze moet ik echt niet meer kwijtraken. Zal ik hem aan jou geven? Nee. Nee, ik ga hem in mijn tas doen. Ik heb helemaal geen tas. Nee, ik ga hem lekker achter in mijn rugzak doen. Dan weet ik 100% zeker waar die zit. We zitten in de auto, jongens. Uiteindelijk heeft het in totaal dus ongeveer bij elkaar allemaal zo'n $100 gekost. Behalve dat ook onze vlucht natuurlijk is, die naar het ene andere eiland hebben we dus geskipt. Dat was 500. Dus in principe, we zijn €600 kwijt nu door dit probleem. Maar nogmaals, we gaan dus nu naar een mooie eiland. En eigenlijk is het dus een beetje wat we al eerder zeiden, geluk bij een ongeluk. Kun je hier even stilstaan? Ja, ik ga hier even stilstaan. We moeten even een bonnetje inscannen. Maar, jongens en meiden, vandaag inderdaad nogmaals vliegen we dus naar Maui. Dat wordt echt het paradijs genoemd van Hawaii. Echt nog veel mooier dan dit eiland. Ik heb natuurlijk ook een beetje de comments van jullie gelezen. En ik heb heel veel reacties ook gezien van velen van jullie die eigenlijk een beetje teleurgesteld waren in Hawaii misschien wel. Jammer dat we het niet in de vlogs echt helemaal kunnen overbrengen nu. Maar misschien dat we dat wel op het andere eiland kunnen overbrengen. En dat wordt ook echt gezegd als het paradijs. Dus we gaan ons ook natuurlijk laten verrassen daar. Wat ook wel jammer is dat bijvoorbeeld natuurlijk dat haaien duiken en zo nu 2 keer is gecanceld. Waardoor we dat ook niet echt kunnen hebben filmen. Maar dat komt allemaal misschien nog aan het eind als we weer terug zijn op dit eiland. Dus er komen nog gave dingen aan. Alleen ja, het belangrijkste uiteindelijk is natuurlijk wel... Wij hebben het in ieder geval wel heel erg naar zin. Ja, dat is het belangrijkste toch? Ja, kijk, misschien dat het dan soms niet overkomt in de vlog dat jullie de mooie plekken dan laten zien. Maar ja, het belangrijkste is uiteindelijk wel natuurlijk dat wij het gewoon echt samen superleuk hebben. En dat hebben we wel heel erg. Wat wij eerst even lekker gaan doen deze dag is uiteraard een ontbijtje nemen, want we hebben nog helemaal niks gegeten. De problemen zijn in ieder geval dus allemaal lekker opgelost. Dus dat is het beste. Dan kunnen we lekker met een gerust hart de dag beginnen. Dat is wel echt fijn. We gaan dus weer naar Barefoot Beach Club. Dat is echt een beetje ons favoriete restaurantje, denk ik, hè? Om te ontbijten. We zitten ook weer gewoon in Honolulu, de hoofdstad. Maar de ontbijtjes, we hebben daar echt, ik denk, 4 keer ontbeten. Omdat ze daar gewoon elke keer super lekker waren. Dus vandaar dat we nog eventjes 1 keer daarheen gaan ook. Ja, en jongens, ik hoop echt dat haaien duiken in zo'n kooi doorgaat. Want dat zou natuurlijk allemaal super gaaf zijn. Maar dat is dus allemaal pas na Maui. Eerst gaan we daar op Maui-avonturen beleven. We hebben in ieder geval een heel mooi hotel. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar dat zien we eigenlijk waarschijnlijk pas vanavond natuurlijk. Lekker broodje, kijk eens aan. We hebben heel veel ei deze ochtend. Ja, en ik wil eigenlijk ruilen. Eigenlijk. Want jij hebt... Hoezo ruilen? Ik heb meer saus. Ik heb meer saus. Oké, neem jou maar dan. Alsjeblieft, lief. Hoppa. Nou, ik heb ook een lekkere cappuccino. Oh, heerlijk. Onze grote vriend zit op het dashboard. hij is wel overal mee naartoe gegaan, hè? Ja, overal. Hij gaat mooie plekken zien. Hij gaat mooie plekken zien. Hij gaat voortaan overal mee naartoe. Ja, naar elke plek waar we naartoe gaan. In de gordel. Zo. Kom maar, Gio. Kijk eens. Oh, ik ben wel jaloers, hoor. Je mag ook wel komen zitten als je wilt. Mag hij zo dicht bij jou komen zitten? Ja. Oh. De mevrouw naast mij, Lynn Hermanissen, jullie kennen haar vast wel, die is een verrassing aan het regelen vanmorgen op Maui. Ja, je ziet, ken je een pretdekje van haar, hè? Ik mag helemaal niks weten. Nee. Maar is het leuk? Is het iets om naar uit te kijken? Ja, ik vind het leuk. Dat klinkt niet echt enthousiast, moet ik zeggen. Ja, ik vind het leuk, maar ik weet niet of dat jij het leuk vindt. Ik vind het leuk. Ja, dat klinkt echt totaal niet enthousiast. Ja, ik vind het leuk. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Het is dus ook op Maui. Lynn is nu een verrassing aan het regelen. Ik mag het dus echt niet weten. Dus helaas. Gaan we ook waarschijnlijk... Wanneer is de verrassing? Morgen. Vanmorgen. Dus morgen gaan we erachter vertellen wat het is. Ja. Oké, spannend. We hebben even een tussenstop gemaakt hier in een camerawinkel, jongens. We moesten namelijk even nog iets halen voor de camera van Lynn. Maar kijk wat ik hier tegenkom. Je hebt dus, ik heb mijn eigen vlogcamera en blijkbaar heb je dus ook een skin daarvoor. Zie je dat? Er zit gewoon een camo skin. Zo is dat ook op je wapens, hè, bijvoorbeeld. Dit is even een hele gekke vergelijking. Maar je kan het dus ook op je camera doen. Dit is volgens mij van mijn model, maar ik weet niet precies of dit echt helemaal op zou kunnen. Het zou wel echt heel gaaf zijn. Besef, dan heb je dus mijn vlogcamera die er zo uitziet met deze print erop. Dat zou wel echt heel dik zijn. Helaas, die skin kan dus blijkbaar niet op deze camera. Ik moet dan een andere hebben, maar het is dus wel mogelijk. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Ik heb nu natuurlijk gewoon eigenlijk een doodnormale zwarte camera. Maar het zou best wel cool zijn als ik hem zou kunnen customizen, toch? Dan ben ik hem misschien ook minder vaak kwijt.
dan ben je sowieso minder vaak weg. Weet je hoe vaak? Maar misschien kun je op internet, misschien heb je ook nog andere printjes. Ja, ik ben dit ding zo vaak kwijt, jongens. Dat is niet normaal. En dan valt hij wel lekker op natuurlijk. Dus dat zou wel lachen zijn. Oké, het is tijd om te gaan, jongens en meiden. Deze mevrouw is nog steeds bezig met de verrassing. Wow, hoe ben je al zo lang mee bezig dan? Ja, maar dat komt door het betalen. Oh, je moet met PayPal of zo. Dat lukt niet helemaal. Ja, dat lukt niet. Ze zit echt al een half uur iets in te vullen. Ik kan niet meekijken, hè? Ik kan niet meekijken. Ja, maar dat maakt niet uit. Je moet geen gegevens invullen. Nou jongens, het is op dit moment bijna 2:30. We vliegen om 5:00 vanmiddag naar Maui toe. En ik dacht, het is misschien wel handig om nu gewoon wel lekker naar het vliegveld te gaan. Zodat we alles kunnen fixen en regelen. Kijk, het is een binnenlandse vlucht. Dus ik denk niet dat je heel lang moet wachten. Want je voor de rest niet door allerlei checks. Maar ja, wie weet, gaat er wat fout straks of kan het toch niet? Dan weten we dat alvast. Het is tijd om te rijden naar Honolulu Airport. Daar gaan we. Ja. Het is gelukt. Het is gelukt. Yay! Dus, wat is het? Ja, dat zie je morgen. Morgen pas. Cliffhanger voor morgen, jongens. Hé, dat maakt het weer spannend voor jullie nu. Hé, kijk, die truck rental heet Penske. Niet Pensje, maar Penske. Penske, dat is op zijn Brabants. Een lekker Penske. Lekker Penske. Oh, lekker. We zijn er. Het was maar een kort ritje naar het vliegveld. Eerst moeten we deze jeep dus even droppen. En we moeten ter plekke daar op het vliegveld in Maui moeten we zelf nog even een auto regelen ook. Want we hebben dus nog niks gehuurd. Alleen ik stem dus niet weer voor de jeep. Maar volgens mij jij wel. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nee? Nee. Ja, ik wil misschien proberen even die Mustang te huren. Maar ja, het ligt ook een beetje aan natuurlijk met wat ze beschikbaar hebben. Maar zo'n Mustang lijkt me dus echt zo. Het is heel ver omhoog trouwens. Dat lijkt me echt een hele gave auto om te rijden. Kijk, dit is zo eng hè. Je rijdt dus over deze dingen heen. Maar als je ze van de verkeerde kant afpakt. Van de verkeerde kant pakt. Dan zijn volgens mij echt je banden lek. Maar van deze kant. Want het is deze kant op. Dan gebeurt er niks. Het lijkt echt zo'n spijkermat waar je overheen rijdt. Alles is geregeld. Auto laten we hier achter, dus dat is mooi. We gaan door naar de volgende plek. We moeten dus een shuttlebus nemen naar een andere terminal. Want we vliegen dus met Hawaiian Airlines. Dat is echt een eigen vliegtuigmaatschappij. Maar die zitten dus aan de andere kant van het vliegveld dan waar we nu zijn, zeg maar. Kijk, deze bedoel ik. Dit is echt dik. Dit is wat ik wil. Deze wil ik huren. Ook lekker in een cabrio. Zo, het staat echt goed op elkaar geparkeerd hier. Maar ja, man. Als dat lukt... Met koffers lijkt het me heel gaaf om die te doen. Deze bus moesten we dus hebben. Koffers liggen. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik ook. Voor wat? Voor het vliegen. Oh, voor het vliegen zelf. Ja, ik zal het straks even uitleggen, jongens. Nou ja, kan ook nu. Want wij hebben dus plekken in het vliegtuig, maar we hebben geen plekken naast elkaar. Zoals jullie weten, Lin heeft hele erg vliegangst altijd. Wat gelukkig wel beter gaat de laatste tijd, maar dit zou dus de eerste keer zijn dat ze alleen zou moeten vliegen. Omdat we gewoon niet bij elkaar zitten. Dus misschien dat we nog wat kunnen fixen. Maar we kunnen het straks even navragen. En anders wordt het echt haar eerste keer alleen vliegen. Dat komt helemaal goed. Het is maar 40 minuten, hè? Ja, dat weet ik, maar dat maakt echt niet uit. 40 minuten is echt niks. Ja. Ik denk dat we langer op de grond staan dan dat we überhaupt in de lucht zitten. Ja, denk ik. We gaan ook niet eens hoog, want we moeten gelijk weer naar beneden. Ja. Komt goed, schat. Kijk, Hawaiian Airlines. Dit is ook echt het logo ervan. Echt van Hawaii zelf. Check-in Japan flights. Daar moeten we allemaal niet heen. Neighbor Island. Ik denk dat ze dat ermee bedoelen. Wij staan hier bij een automaat op het vliegveld. Hey, en we hebben waarschijnlijk goed nieuws. Het kan gewoon. Het kan gewoon op rijbewijs en alles. Wat ik nog steeds niet helemaal begrijp. Even dit allemaal lezen en dan moeten we zelf onze koffers gewoon inchecken en dan kan het als het goed is gewoon. Oh, we moeten wel $60 bij betalen. Ja, dat is voor de koffer. Ja, dat klopt. Ja, dat moest nog inderdaad. Ja. Laden. Oké. Okay. Knowledge and continue. Hebben we allemaal niet mee. Bam. Klopt ook allemaal. Oh schat, het is gewoon gelukt denk ik. Beter. Nee, maar het rare is, dit hebben we helemaal niet hoeven te gebruiken. Oh, nee. We hebben geen ID of paspoort moeten invullen inderdaad. Echt gewoon helemaal niks. Dat hebben we hoeven laten zien. Nou, hey, in onze boardingpassen. Maar kijk, film dit eens. Hier staat ook een rijbewijs, zie je? Ja, die staat er wel, ja. Nou, mooi. Kijk, daar komen onze tickets voor de koffer. Zo, ja. Oké, okay, jullie hebben echt niet doorgehad denk ik hoeveel stress wij hiervoor hadden. Dit is echt van die zelfklevende, dus je kan er gewoon weer tussen doen. Maar ik heb nog erop zitten van de vorige vlucht. Ja. Oh, ik heb ook nog van de vorige vlucht, ja. Deze, die mogen eraf. Allebei onze koffers waren overgewicht. Over 50, maar in Nederland mag je meer mee. Nee, dit was 23 kilo. Daar moeten we niet heen. Lin, dat is een uitgang.
Dat is een uitgang. Ja, schat, jij filmt mij en ik moet praten en ik moet lopen. Oh, jongens en meiden, we hebben echt nog een heel erg stressmoment gehad net. We stonden bij de security check, zeg maar, voor de spullen. Gio geeft een rijbewijs en hij zegt, nee, geen rijbewijs, alleen US rijbewijs. Ja. Ja, ik heb geen paspoort, ik heb een noodpaspoort. Dus die paspoorten moeten op die scanner. Maar een noodpaspoort heeft geen chip erin, het is gewoon een papiertje. Ja. Dus hij gaf de hele tijd... De hele de foutmelding. En ineens zei hij, ja, ik heb je boarding pas, maar dat is niet door. Ik dacht echt, hij gaat zeggen, ja, sorry, je kan hier niet meer reizen. Maar ja, het is gewoon een geldig reisdocument. Dus in principe... Ja, gewoon naar Amsterdam, maar ja. Oké, maar we houden erover op nu. Het is gelukt, we zijn op het vliegveld. Ik dacht echt, er gaat nu nog een foutmelding komen of iets dat het gewoon echt niet meer kan. Op het laatste moment. Want hij zei, hij wees gewoon echt mijn rijbewijs af. Ik dacht, nee, dat meen ik niet. Ja, hij lacht jezelf uit. Ja. Hij lachte me letterlijk uit. Hij had echt een vieze lach, hè? Ja, ik had echt stress. Ik dacht... Fuck. Hij verklaarde me eigenlijk voor gek dat ik zeg maar op een Nederlandse rijbewijs wilde reizen. Hé, hey, en nog een opluchting. Oh, we zitten naast elkaar. Lekker naast elkaar. Zelfs bij het raam zitten we. Ja. Jij zit bij het raam. Als je bij het raam wil, mag je ook wel bij het raam. Nee. Jij vindt het altijd leuk om te filmen, toch? Voel je je veiliger bij het raam? Toen ik met jou vloog, was het de eerste keer in mijn hele leven dat ik niet bij het raam was. Dat was toen we voor het eerst samen... Naar Marokko volgens mij, ja. Toen dacht ik, nou ja, ik ga er maar niet over zeuren. Oh, echt? Was het zo erg toen? Ja, het was de eerste keer ooit dat ik dat deed. Oké, dan mag jij straks lekker bij het raam. Nee, ga jij maar lekker bij het raam. Zeg maar, ik hoef met jou gewoon echt geen wedstrijd te doen wie het bruin is. Maar toch ben je ook echt wel vlug. Ja, maar ik val gewoon in het niets bij jou. Hoezo? Ik val echt in het niets bij Lynn. Het is gewoon zielig, terwijl ik zie al gewoon goed bruin. Echt gewoon gezond. Ja. Gewoon niet spierwit of zo, maar jij hebt zo'n mooi goudkleurig kleurtje. Oh, doe dat nog eens dan. Doe nog eens. Doe jij hem ook even. Heb je jezelf zo gefixt? Ja. Of heb je mij zo gefixt? Zo heb ik jou gefixt. Dan kan je zo naar mij toe. Toen kwam ik zo. Ja, daar viel ik op jongens, daar viel ik op. Waar viel je bij mij op? ik moet weer gaan biepen, denk ik. La 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 la. We hebben een Starbucks. Hij is bijna op. Ik zet hem even hier neer, want kijk, in de verte zien we daar dus al een Hawaiian Airlines vliegtuig vertrekken. Ze hebben er heel veel, omdat ze natuurlijk... Ja, ze vliegen dus best wel veel tussen de eilanden rond. En het grappige is dus ook in de vlog van gisteren, volgens mij hebben we dus gezien dat ze dit vroeger allemaal dus met van die houten bootjes deden. Dus eigenlijk even de vlog van gisteren moeten terugkijken. Ze hadden toen natuurlijk nog allemaal geen vliegtuigen. Echt ver in de jaren 1700, 1600. Toen gingen ze gewoon over, alle inwoners. Echt de inheemse bewoners, die gingen het allemaal over met een soort van kleine zeilbootjes van eiland naar eiland. Ik ben echt blij dat wij dat niet hoeven te doen. Volgens mij, er wordt iets omgeroepen. Maar dat is, als het goed is, ons vliegtuig. Die daar aankomt, jongens. Ben je helemaal klaar daarvoor? Ja. Yeah. Oh, kut, sorry. Oh, ik loop tegen de zijkant aan. We gaan. Dus we lopen in de slang op naar het vliegtuig, jongens. Woe. Ja, het is echt omhoog, omlaag. Dus het valt echt reuze mee. Gelukkig is het met de zenuwen van Lin ook gewoon echt wel prima. Ja. Yeah. Dus dat komt helemaal goed, joh. Hey. Lekker even de lucht in. Daar gaan we. Volgens mij is dit zo groot als een Transavia vliegtuig ongeveer. Misschien net een tikkeltje kleiner. Hawaiian Airlines. Ze hebben ook wel grotere vliegtuigen. Die vliegen bijvoorbeeld ook van naar New York en alles. Maar ja, deze dus niet. Kijk eens. De cockpit, jongens. Nou, en wij gaan uiteraard niet de cockpit kant op. We gaan deze kant op. Nou, Lin wil toch liever niet bij het raam zitten. Dus dan ga ik zelf maar bij het raam. Omdat, waarom eigenlijk? Dan zit ik bij het gangpad, mijn ruimte. Oh, dan word je minder claustrofobisch, bedoel je? Ja. Oké. Okay. Nou ja. Het is dus inderdaad een vliegtuig kleiner dan Transavia. Het is 2-3. Kijk, 2-3. Dus het is inderdaad wel één slagje kleiner. Kijk dit. Hele kleine, schattige tafeltjes. Ik heb nog nooit zo'n kleine tafels gezien. Cute, hè? De stoelen zien er ook zo raar uit. Ja, klopt. Het is wel net even allemaal anders dit. Nou,
Ik ben heel benieuwd of we het een beetje mooi gaan zien allemaal straks hier uit het raam. Want toen wij dus aankwamen vanuit Seattle, onze eerste vlucht hier naartoe, toen was het de zon aan het ondergaan. Toen hebben we nog niet heel veel kunnen zien. Misschien is het nu best wel mooi als we straks de lucht in gaan, dat we het eiland een beetje kunnen zien liggen. Oh, deze heeft ons zo gesaved. Als we deze dus echt niet opgehaald hadden vandaag, hadden we dus echt niet kunnen vliegen. Dus op rijbewijs kan het blijkbaar gewoon echt niet hier. Ik vind de kleding die ze dus aan hebben van dit personeel best wel leuk. Kijk. Echt zo'n Hawaiiaans blouseje. Zie je er staan? Dat is wel leuk hoor. Dat brengt wel gelijk al een beetje in zo'n Hawaii sfeer. Ook al zijn we al een lange Hawaii natuurlijk. Waarom komt er allemaal rook uit het dak? Nee. Laat me dit filmen. What the fuck? Kun je dat zien? Moet je even scherp stellen. Ja, hoe? Hoe? Dat is allemaal rook. Wow. What the fuck? Wat schat? Dat is gewoon airconditioning. Want het ziet er eng uit. Ben je bang? Ben je echt bang? Ik heb dat nog nooit gezien. Dat is gewoon airconditioning hoor. Kijk, nu gaat hij dicht. Als dat rook zou zijn, dan hadden die allemaal niet gezeten. Laat eens terugzien nu. Nou, we gaan in ieder geval. Zo, we gaan ook gelijk al lekker rijden. Dus de vaart zit er echt in. We landen dus ook al om 17:45 gelijk. Nou, dat is echt heerlijk. Volgens mij is deze vlucht nog korter dan wanneer je vanaf Rotterdam of Amsterdam naar Londen zou vliegen. Dus het is echt heel kort. Super chill. Daar gaan we. Kijk eens aan. Hoppa. De basis. We staan gelijk. Let's go. Zo, we zien het eiland hier wel mooi liggen, ook de wolken eroverheen. Mooi hoor. Best mooi. Daar ook. En we zijn boven de wolken. Kijk eens. Zo. Nou, met wind gaat het ook best goed. We zien nu ook de eilanden niet meer liggen. Alleen maar een wolkendek. Ik had dus verwacht dat je gelijk het eiland moest liggen. Ik zie wel land tevoorschijn komen. Dat zou het kunnen zijn. Ik zie het in de verte. We zijn echt net misschien 5 minuten onderweg. En er komt al land in zicht daar. Nee, ik zie het al. Lag Maui nou naast Oahu? Ja, of er zat nog één klein iets tussen. Er zat nog één klein eiland tussen? Ja, kan. Volgens mij wel. Oké. Okay. Nou, ondanks dat het maar een half uurtje is, krijgen we toch even nog een sapje. Wie zou wie zijn telefoon zijn? Van wie zou wie zijn? Ja. Ja. God zie je, man. Ja, dit is dus Maui al wat je hier ziet. Het ziet er nu al spectaculair uit. Woe! Nou jongens, ik hoop dat we nog misschien een mooie zonsondergang gaan krijgen vandaag. Maar zo vanuit het vliegtuig ziet het er ook al cool uit. Met mijn telefoon kan ik altijd net wat beter zoomen. Kijk. Waar zijn we dan? Even een fotootje maken. Ja? We gaan echt heel vlokken weer. Ja, maar dat hoort, schat. Schatje, het zijn de wielen. We zijn er. Zo. Lekker geluid. We
staan veilig en wel bij de gate, jongens. Oké, nou die moeten we eigenlijk snel eruit. En ik hoop dat we dus ook nog even lekker een beetje met daglicht dingen kunnen zien. Het zou wel super gaaf zijn natuurlijk. Maar we gaan eerst even over onze koffers ophalen. En ja, dus hier het vliegtuig uit. Let's go. Daar gaan we, jongens. Zo, ik ben bijna te groot voor dit vliegtuig, joh. De eerste stap op Maui. Nou, we zijn er, hoor. We komen bij de baggage claim aan, dus we moeten eerst hier even onze koffers halen. Alleen het gekke is, dus het hele vliegveld is gewoon open. Oh ja, iedereen, lekker. Maar iedereen kan er gewoon inlopen, in- en uitlopen, daar ook. Zeg maar, het is gewoon allemaal open ruimtes heb je. Heel raar. Onze koffer is er. Ja, die van jou wel. Nee, ik zag reacties. Oh, die van mij ook. Die zeiden dat ze het leuk vonden dat jij vaker filmt. Dat ik vaker film? Ja, waardoor je meer een andere perspectief. Oh, nou, dit perspectief dus. En hij is heavy. Zelfs Gio's koffer is heavy. En door wie komt dat? Door Gio. Door jouw spullen. Door Gio. Door Gio. En twee. Zo. Ja, nou zijn we compleet. Dit was hem toch? En het is nog licht, jongens. Nou, dit is helemaal mooi. We gaan eerst even naar Six, dus een auto huren. Als we dat nog kunnen regelen. Ja, en deze zal ik van jou aannemen. Ja, ik doe de zwaar. Ja, en de camera natuurlijk. Hè? Het moet wel geblokt worden. Ja, het is wel belangrijk. Wij moeten wachten hier op het trammetje. Maar dit is het eerste view die we al zien van Maui daar in de verte met de bergen en alles. Zo, ik ben echt heel benieuwd wat dit eiland dus allemaal heeft te brengen. En waarom het dus echt dit paradijs wordt genoemd. Nou, even wachten op de tram. Nou, kijk wel leuk. Dit is onze tram. Deze moeten we pakken naar de car rental company. Leuk, mooi trammetje. Ah, ik word de hele tijd gestoken al. Ja, jij bent degene die door de mug gestoken wordt, hè? Dat is echt zo. Jezus. Ik heb dus helemaal nergens last van, jongens. Geen muggenbult, niks. Lin is echt degene die dus elke keer gepakt wordt. Ik heb er nu intussen al 6 weken. Ik heb helemaal niks, hè? Echt helemaal niks. Dat was slecht, toch? Als jij degene bent die wel... Dan heb je toch iets... Nee, volgens mij heb je juist goed bloed dan. Dus eigenlijk is het slecht van mij. Nee. Dacht ik, zoiets was het. Nou, de tram in. Oh, die koffers zijn echt zwaar. Kijk, wel een leuke tram. Ik krijg een beetje zo'n Parijs van. Ja, best wel, hè? Zo, we hebben hier onze brief gekregen waar we onze auto mee kunnen ophalen. Kijk, ja, dit is hem niet, hoor, jongens. Het is ook wel dik, hoor, hier op het eiland. Maar dan heb je geen dakje open. Nee, ik zag hem al. Dus eigenlijk is het helemaal kut. Ja. Ja, het is alsnog leuk, maar... Ik zit op een hele mooie auto. Ja, het is echt Linde droomauto. Ja. Een G-klasse. Dus volgens mij wel een G550 en geen G63. Daar zit ook weer verschil in. Ja toch. Oeh, oké. Jongens. Hey. Zoals ik al net zei, een Mustang. En nu proppen. Proppen, ja. Alle koffers, ze zeiden dat het wel moest lukken. Oh, ik ga even open doen. Een GT is het ook. Dus het is ook nog eens echt een hele snelle versie als het goed is. Oké, ja, moet dit lukken? Wacht, kom maar even. De zwaarste van allemaal. De zwaarste van allemaal. En de grootste. Oh, die van jou is iets zwaarder. Maar die van mij is wel het grootst. Oké. Okay. Dit past. Oké, dan kunnen we deze kleine ernaast doen. Plus de tassen. Gaat dat passen, denk je, die kleine? Ja, en dan die van mij gewoon op de achterbank. Oké, maar die tassen die kunnen er gewoon af. Schat. Oh. Ja, Gio, dit is echt wel niet slim. Misschien even op de grond kijken of er geen paspoort uit is gevallen. Zie, dit is, daarom gaat het bij Gio fout. Wat? Dat je zo onhandig doet altijd. Oh wow, het past inderdaad prima. Nee, maar ik heb wel gewoon goed inzicht. Oh ja, jouw inzicht is wel goed altijd, ja. Kijk, gewoon een beetje proppen toch? Ja, maar dat is echt niet slim, want er zitten ook gewoon spullen in die niet opgepropt kunnen worden. Zoals? Papieren. Ja, wel joh. Zoals maar papieren. Past. Ja, ja. Oké. Nou nog deze. Het past allemaal, gelukkig. Oh, ik heb zoveel zin om in deze auto te rijden. Lijkt me zo leuk. Echt een typische Amerikaanse auto. Kijk eens, dat paard. Hoppa, ook een paardje natuurlijk. Net zoals de Ferrari, jongens. Ik vond het mooi. Oh, die werkt. Ik vond het mooi als je de deur open doet. Die lampen, die ledstrip. Die ledstrip. Ik hou altijd van ledstrips. Ja, daar. Kijk, dit is ook een paard. Woe, nice. Starten. Het is echt een lekker geluid. Zo, dit is echt een heel lekker geluid, hè. Oh, dit is leuk, jongens. Heerlijk. En het is nog licht. Hij staat ook op sport, hè. Deze moest... Oh, wacht. Die kan nu natuurlijk niet open. Nee, dat is niet slim. Nee, ik kan sowieso niet, want alles ligt achterin. Ja, doe maar niet. Nee. Nice. Hé, maar hij staat op sport. Daarom maakt hij dat geluid. Oh. Heb je hier geen knopje voor?
kleppen? Geen idee. Oké, okay, die jeep was leuk, maar let op. Oeh, we zijn nog bij het huurbedrijf, hè? We moeten heel even rustig doen. Oh, dit is lekker hoor. Oké, okay, we hebben de navigatie, we hebben nog geen Apple CarPlay ingesteld, want we hebben nog geen kabeltje, die moeten we even straks pakken. Maar het is een half uurtje rijden, het is nog licht, het dak zou er af kunnen dus. Maar we gaan nog even rustig aan doen. Rustig, rustig, rustig. Daar gaan we dan, op de weg. We komen echt op een heel mooi moment wel op het eiland aan, zo te zien. Ook met de zonsondergang die al ingezet is. Op naar het hotel, kijk daar in de verte. Oh ja, ik begrijp nu al wel waarom dit ook het paradijs genoemd wordt. En besef dat we eerst gewoon eigenlijk niet naar dit eiland wilden gaan, hè? Nee, doordat je je paspoort kwijt bent. Daarom, inderdaad. Ja, echt geluk bij een ongeluk. Kijk eens daar even. Zo. Oh. Kijk eens, hier rechts. Oh. Wow, even aankomen jongens. Oké, okay, we zien het nu al. Dit is wel een beetje de echt die Hawaii vibe waar we naar op zoek waren hoor. Oh, oh. We zijn bij ons resort als het goed is, maar die zonsondergang. Niet normaal. Die is echt heel erg mooi. En dat is ook het uitzicht gewoon gelijk bij ons hotel, dus blijkbaar. Ja, dus we zitten wel aan de goede kant van het eiland om iedere avond zoiets moois te zien. Ja. Okay, ik ben heel benieuwd wat we allemaal gaan tegenkomen. Sowieso natuurlijk, we hebben Ocean View ook vanuit ons kamer. Oh, dit is echt niet normaal. Zo, dit is echt dik. Het is heel mooi op camera dit ook, denk ik. Dat is echt het ding hoor, we proberen alles natuurlijk zo goed mogelijk op camera ook over te laten komen. Maar ja, met je eigen ogen blijft het altijd wel gewoon het mooiste. We zijn er! We zijn er, we zijn er. Yes. Oh. Wow. Dat is een gaaf weggetje. Dit is leuk. Zo. Allemaal lampjes. Dat is s'avonds denk ik heel mooi. Als het echt goed donker is, dan is het hier heel mooi denk ik. Nou, het is nu al best wel donker door die bomen zo. Nou, daar komen we dan aan op het resort. Het ziet er allemaal al gelijk best wel echt heel niet anders normaal uit. Zo. Dit vind ik wel echt Hawaii vibe. Klopt. Uitzicht alleen al jongens. Alleen is net de zonsondergang voorbij. Wow. Nu, nu wordt het een beetje dit. Echt. Dit is echt heel anders dan het hotel waar we eerst zaten ook, hè? De telefoon is ook leeg. Is hij leeg? Oh nee, hij gaat aan. Oh nu. Je had een mooie foto. Weer de fakkels jongens, kijk eens. En dit is het dan. Daar zijn we. We gaan even inchecken zo, maar we willen nog heel even eerst kijken naar dit. Kijk, aan de verte ook. Oh. Nice hoor. Ja, dit is wel echt meer de Hawaii vibe denk ik. Waar we naar op zoek zijn. Kijk, kijk, kijk. Thank you. Wat leuk. Krijgen we deze gewoon cadeau? Hey, het staat je leuk. Ja? Nice. Ja, is het niet echt leuk? Het staat best leuk eigenlijk. Ze worden gelijk al helemaal anders hier gewoon verwelkomd ook, hè? Ja. Het is een beetje een donkere gang, maar dan gaat de deur. Even kijken, hoe werkt het? Ja. Gewoon weer scannen. Ja, toch. Woe! Wow! Ja, toch. Nou, oké, okay, ja, ik laat jou dadelijk het filmen. Ik ga, ja, inderdaad. Ik ga jullie weer even een tour geven, maar het ziet er gelijk al super mooi uit. Kunnen we even een grote lichtknop aandoen? Dat is niet deze. Oh, de badkamer is wel mooi trouwens. Zo. Hebben we eigenlijk een douche? Ja! Oh, geen douchegordijnen! Oh! Oké, okay, dat klinkt echt heel kut nee, jongens, maar we wilden echt zo graag geen douchegordijn meer. Nee. Het is altijd zo smerig en vooral aan het hotel. Zo, nou kijk eens, goedemorgen. Als we gelijk hier even naar het uitzicht lopen, want het wordt echt heel snel donker nu. Dan kunnen we nog eventjes genieten denk ik daarvan. Want, zo. Oh, ik heb er een hoor voor. Kijk. Zo hé. Oh, dit is zo mooi. Dit is wel heel mooi, ja. Ocean View. Goedemorgen. Nou, morgenochtend wordt een goede morgen, ja. Dat denk ik ook wel, lieve schat. Dit is even anders hoor, jongens. Oh. Ja, ik vind dit het mooiste tot we tot nu toe gehad hebben, denk ik. Ik ben zo blij dat jij je paspoort bent. Ja, eerlijk? Anders waren we hier nu niet. Anders waren we hier echt nooit geweest. Dan waren we op een heel ander eiland. Wauw. Zo, heerlijk jongens. Oké, okay, en ik hoop echt nogmaals dat we nu jullie ook een beetje echt die Hawaii experience kunnen geven. Kijk, wij nogmaals hebben het echt heel erg naar ons zin gehad. En die stranden vonden we fantastisch en prachtig mooi. Plus het gebergtes en
de natuur. Maar ik denk dat we misschien nog wel mooiere dingen hier dus allemaal gaan tegenkomen. Want alleen dit stuk al is gewoon heel erg fijn. Zo, what the fuck? Ben je boos? Ben je boos? Ja. Ta-da-da-da-da. Wauw, mooi. Prachtig. Let's go. Oh, wat zo fijn is ook aan dit resort, is dat ze gewoon hier wel lekker ontbijt hebben. En avondeten en alles. Dat hebben ze nu echt allemaal lekker op het resort zelf. Ja, we hoeven niet gelijk zo in de ochtend te haasten. Echt, hè? Heerlijk. Ik film hier even mooi het uitzicht weer vanuit het eten wat we gaan hebben namelijk. Want we zitten hier in een restaurant. Tenminste, gewoon van het hotel zelf. En het is knijterduur. Het is knijterduur, ja. Dat we... Maat. Je betaalt voor een steak? $85. Is dat goud of zo? Ik betaal voor, wat is het überhaupt? Vis, $63. Niet normaal, hè? Ja. Voor gefrituurde kip, $41. Ja, jongens, Hawaii is wel echt extreem duur. Maar daarom is het ook denk ik zo'n exclusieve plek om te komen. Chicken wings als voorgerecht, dus er zijn er waarschijnlijk 3. Ja. $32. We betalen bij de Mac €3,50 voor. De McDonald's moeten we ook nog uitproberen trouwens. Die gaan we nog een keertje morgen doen. Ja. Maar ja, weet je, kijk, het leuke is, wij kunnen het wel allemaal jullie laten zien natuurlijk. Ja, wij doen dit wel voor jullie. Zodat jullie dit niet hoeven te doen. Die absurde prijs te betalen. Want ik kan gewoon hier kijken naar de vlog, dan weet je gewoon oké. Dat is het. We zitten wel super mooi in. Dit is dus het uitzicht wat ik al liet zien. Even een lekker boontje. Dat is dan... €50, alstublieft. Nee, deze krijgen we gratis, gelukkig. Nou, dat weet je nog niet. Je straks op de rekening wordt het er eens erbij gezet. En dat is dan... $66. Dat is hem. $48. Nou, dat is nog te overzien. Dit is $48, ja. In Nederland krijgt echt een ziek gerecht voor. En jij hebt gewoon echt het dubbele van mij, hè? Qua vlees? Ja, hoe dan? Dat we wat delen. Zeker niet. Ja, ik ben een man, hè? Een man. Smakelijk, schatje. Jij ook, dankjewel, liefde. We zitten te haten op de prijs. Nou, niet te haten, maar het is wel echt heel lekker. Niet normaal. Het is echt wel misschien het geld waard. Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, toch? Het is wel echt bizar goed vlees. Ja, jongens en meiden. Dit was de vlog voor vandaag. Ik ga het ook lekker hierbij laten. Morgen gaan jullie dus alles hier voor het eerst zien vanaf het eiland Maui. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik kan niet wachten hoe het hier allemaal gaat zijn met daglicht. Maar dat gaan jullie dus allemaal morgen pas zien. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Wij gaan lekker slapen. En dit was het. Dus bedankt voor het kijken naar deze Hawaii vlog. Tot morgen om 6:30 bij nieuwe avonturen en een nieuwe vlog. En dan zie ik jullie later.